Aan de Nassauweg in Dordrecht is afgelopen avond een man neergestoken. De politie kreeg melding van een mogelijke inbraak in een huis aan de Prinses Beatrixstraat. Eenmaal aangekomen zagen agenten twee mannen wegrennen. Na een korte achtervolging kon de eerste worden aangehouden. In het huis aan de Nassauweg vond de politie de tweede verdachte en een neergestoken man. Het slachtoffer is met steekwonden overgebracht naar het ziekenhuis.